weekend. 1-0 winst tegen Lommel, fel bevochten zegen, belangrijke 3 punten. Absoluut. Ik denk dat we ten opzichte van vorige week wel iets moesten tonen. Ook aan de supporters, maar ook voor onszelf. We weten dat het een heel belangrijk seizoen is. Ik vind dat we het fantastisch aangepakt hebben. Ik denk dat we het in het begin misschien wel iets moeilijker hadden, maar we hebben in blok alles opgevangen. En eigenlijk goed alles over zich gehouden. En dan, naarmate dat de eerste helft verliep, meer en meer de bovenhand genomen. En dan eigenlijk een mooi doelpunt. Opnieuw van Davy. Een prachtige dieptebal. Ja, tussen twee mensen van Mika. En ja, perfect afgemaakt. En dan voor de rest van de match eigenlijk goed in blok gebleven. En op de gepaste momenten eigenlijk eruit gekomen met enkele counters. En het is jammer dat we het eigenlijk niet afmaken op de counter, zeker in mijn geval. Het is jammer dat we het niet afmaken. Bleef inderdaad linken met die krappe voorsprong? Ja, natuurlijk, we moesten ook opletten. We zijn enkele goede spelers. Goede flankspelers die wel een actie hebben. Maar ik denk dat we het voornamelijk naar onszelf moeten kijken. Dat we het niet eerder afgemaakt hebben. Maar zolang dat we goed in blok bleven, hebben we eigenlijk zeer, zeer weinig weggegeven. En dat is wel een zeer mooie verdienste. Daar is wel progressie in gekomen, hè, met vergelijking van voor de winterstop. Verdedigen in blok, weinig kansen weggeven. Ja, inderdaad. Zeker deze match, als je naar deze match kijkt, enorm weinig weggegeven. Chapeau aan de ploeg eigenlijk. We spelen echt in blok. Vorige week was het misschien een beetje een uitschuiver, een beetje een off day. Maar ik denk dat ik dat vandaag volledig recht gezet heb. Goede invalbeurt ook. Degelijk. Het was nog moeilijk aanvallen. Het ging direct op en neer, maar ik vond dat ik direct goed in de match zat. Een paar goede dingen wel kunnen doen. Steentje kunnen bijdragen. Vooral voornamelijk goed gewerkt eigenlijk. Ook bij Carlo had ik wat de opdracht gekregen om daar wat bij te springen. Maar dat verliep eigenlijk zeer goed. Enkel die ene fase dat ik verder moet hadden gelopen. En dan ja, iets langer wachten om te spelen. Maar ik zat op dat moment redelijk diep, omdat ik al enkele keren op en af moest lopen. Maar oké, dat is iets dat ik moet meepakken. En het is ook al even geleden dat ik gespeeld heb. Dat hoort er eigenlijk allemaal bij. Maar vanaf dat ik inkom, probeer ik mijn best te doen. Uitstekende zaak ook, klassement. Absoluut, rechtstreeks concurrent. Dus Lommel, ik denk dat ze op 2 punten maar stonden. Dus het is een fantastische zaak dat we hier eigenlijk doen. Nog afwachten naar de resultaten van morgen, want ik kan altijd op hetzelfde aantal blijven, aantal punten. Dus we moeten nuchter blijven en blijven werken en nu op naar volgende week tegen Cirkel. Derby, inderdaad, op Cirkel. Absoluut, ik denk dat iedereen er wel naar uitkijkt. Ik denk dat iedereen de match hier nog voor zijn ogen zit. Het was enorm veel volk, goede sfeer. Een mooie dag, goed resultaat neergezet. Dus we hopen volgende week hetzelfde te doen. Prima. Of beter. Dank je wel.